Yo mensen, Groen van 1.nl met vandaag een nieuwe video en vandaag ben ik hier met weer een nieuwe video. Mensen, op het moment dat ik dit opneem, ben ik niet dood. Nee, nee, ik kreeg veel de vraag van Koen. Hoorde je dat? Dat klinkt niet goed, hè? Dat storm Kiara die overheen waait. Wel een lekker wijf volgens mij, dus het maakt ook niet heel veel uit. In ieder geval mensen, welkom. Vandaag zijn we hier met een fantastische video. In mijn vorige video heb ik gezegd dat als we de 10.000 likes hadden op de video waar ik op FC Roelie's account ging spelen, dat ik dan een wielerling ging doen in Roel's account. We hebben meer dan 10.000 likes gehaald, namelijk meer dan 20.000 likes. Dus als op deze video de 20 likes kunnen halen, zou het top zijn. Nee, maar ik ga dus een wielerling doen op Roel's account. Maar ja, ik moet eerst al die potjes spelen en ik ben nog niet klaar. Ik ga ook nog niet zeggen wat er gebeurt. Dus, maar die komt eraan de video. Broer, ik ga echt dood hier. Ik zweer het je. Ik ga dood. Er gaat er toch een boom op mij vallen, jongen. Dan word ik echt niet goed. Maar vandaag zijn we hier met echt een hut spelen. Ja, ik ga niet voor jullie liegen. Het is een beetje zo gegaan. De huts hype kwam op. Goeie hype, al zeg ik het zelf. Huts hype, goede hype. Toen daarna werd de huts wat minder en kwam herrie. Iets meer op. Maar persoonlijk ben ik wat meer fan van de huts hype. Dan hoef ik zeg maar niet de hele tijd mijn keel te verpesten door te lachen. Dat is wel een groot voordeel. Dus hier zijn we met dikke vette huts. Deel 2. Oh mijn god, huts. Jawel, jawel, jawel. Hij heeft een future car. Future star. Toekomstige futsterren. Maar mensen, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Ik kan hier... Nee, doe even abonneren. En volg me op Instagram. Koen KWN. Leuke memes. Echt leuk. Mijn team is voor de rest hetzelfde. Ja, dit is mijn scheidteam. Maar het is gewoon... Dit team is al een meme op zich. Aangezien het zo slecht is. Kun je eens laten kijken? Want ja, jullie weten nog dat Mattie mij uit ging lachen over mijn Dembele. Moet je zien. Dit is toch een meme. Kijk nou. Ik heb hem gekocht voor 69k. Hij is nu 800 coins. Ik weet ook dat hij dat niet is, maar ik kan mij uitschelen. Kijk mensen, ik heb een voordeel. Aangezien het nu natuurlijk Weekend League tijd is. Dat weet ik, want ik ben zelf ook Weekend League aan het spelen op het kanaal. Niet op het kanaal. Op het account van FC Roelie. Maar nu kan ik Division Rival spelen zonder enkele stress. Want alle goede spelers spelen nu dat andere. Trouwens mensen, ik wil even een video gaan maken dat ik Icon Packs ga openen. Ik wil eigenlijk minimaal 10 mid-Icon Packs openen van jullie. Maar daarvoor heb ik wel jullie nodig die Icon Packs hebben. Heb je dus een Icon Pack. Stuur me even een Insta DM met een foto van je eigen pack. Want ik had dus een Instagram story geplaatst van ja, laat even weten als je hem hebt. Nou, ik denk dat ik 1000 reacties gehad heb. Maar ja, daar kan ik niet allemaal op reageren. Stuur een foto dat je hem hebt. Dan weet ik van, ah, nice. Dat weet ik dan. Hutsen, no, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Hoppakee, ik heb een nieuwe skill move geleerd van Roel. Oh, oh, mamme. Oh, Hutsen, no, doei. Oh, Hutsen, Hutsen, stop it. Hij is nu al back af. Hoeveel staan we naar dit event? 5. Maar ik ben dus echt zwaar in vorm. Zoals jullie misschien al zien. Komt onder andere omdat ik... ja, ik ben een legend. Ik zag toch iets leuks mensen vandaag. Er was dus... omdat het zo hard ging waaien... was er een NK tegen de wind fietsen werd er gehouden. Want ja, het waaide hard. Dat is leuk. Dat gaan we doen. Nou, fantastisch idee. En nu is het afgelast omdat het te hard waaide. Ja, dat vind ik dus echt een goede meme. Hoe kan dat nou? Heb je één keer in het jaar heb je dat zo'n dag kan en dan gaat het niet door omdat het te hard waait. Ja, hoe hard moet het dan waaien? Dus eigenlijk niet hard. Dus, als het een keertje hard werd, is het ook niet goed. Jonge, 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 jonge. Hutsen. Oh, Hutsen. Ah. Gewoon boef, man. Hey, is Hutsen erdoor rechts of links, mensen? Laat even achter in de comments. Laat even achter in de comments. Is hij rechts of links? Want daar heb ik nog veel aan als jullie het commenten, want dit is live. Ik ben live. Jeroen, leuk dat je meekijkt. Jeroen, gezellig. Zou je even stoppen met neuspeuten als ik jou was? Vuile Jeroen, vuile viezerik. Oh, je stopt ook nog in je mond erna. Oké, Jeroen. Gadverdamme, Jeroen. Ik heb heel veel berichten van mensen op Instagram die zeiden, ja, ik moet nog een paar toes. Dan heb ik hem met Icon Pack. Doe ze. Laat hem even weten. Stuur mij een Insta DM. Met even een foto erbij dat je hem hebt. Lekker Hutsen. Lekker Hutsen. Hutsen. Ah, hij dribbelt wel echt lekker, moet ik zeggen. Zeker als je vergelijkt met die... waarom doe ik nou instap met hem? Zeker als je vergelijkt met die, hoe heet die vent? Martinelli. Nou, die kon er echt helemaal niks van. Als je vergelijkt met hem is het wel echt een zeer goede verbetering. Hallo, ja, ik mag hem niet selecteren, maar hij zit hem naast. Oké. Als je vergelijkt met Martinelli is het echt een zeer goede verbetering, maar ja, ik ben ook gewoon slecht. Verder weinig met dit verhaal te maken, maar... Ik denk, ik zeg het toch even. Ben benieuwd, wat denk jij? Wat ga ik halen met het account van FC Roelie? Laat het achter in de comments. En wie weet, ga je verder voor de koelkast. Dikke vette koelkast. Dikke vette Roelie. Want daar is hij. En hoppakee, meteen een balletje kwijt. Helemaal niks mis mee. Lekker hoor. En dan gaat hij. Dan gaat hij. Ons Hutsen. Ons Hutsen. Boom! Oh, Hutsen, oh, doei. Dat was jammer. Dat was een goede kans. Dat is ook goed meegenomen. Maar ja, niet goed af voor mij, want daar zat er niet in. Ja, kijk, zo makkelijk ben ik dan ook alweer. Oh. Lekker, heerlijk doelpuntje, 1-0 Ronaldo. Ja, soms moet je gewoon even scoren, mensen. Soms moet je even scoren. Even een klein balrolletje om de keeper heen. Geen enkel probleem. Hutsen-Odoi is rechts. Weet je dat ook weer? Hutsen-Odoi is rechts, mensen. Voor alle mensen die hier 500k hebben uitgegeven aan Hutsen-Odoi, wat doe je met je leven? Kopen ze een goede speler. Voor 500.000 coins kan je 2500 OC tattoos kopen. Nou, 2500 OC tattoos of Hutsen-Odoi. Ik weet het wel. Hutsen erdoor natuurlijk. Je zegt dom. Je kan niet eens 50 OC toeschoven. 1500. Dat is sukkel. Hutsen. Korte hoek. Oh, Hutsentje. Oh, die had erin gemogen. Dat was wel een mooie aanval. Jammer. Had beter verdiend. Hutsen. Sterk. Hutsen. Korte hoek. Boom. Ah. Hier wordt een aardig staaltje gevoetbald, jongen.
Hudson sterk, Hudson. Nou, dit moet er toch in, jongen. Ik weet je 3 zo weak voor hebt, maar dit moet er echt in. De aanval is echt mooi. Hij draait echt lekker. Ik moet zeggen, hij draait gewoon goed. Maar maakt het me uit op het moment dat ik 1-0 voor sta en deze wedstrijd gewoon in het tasje mee ga nemen. Tenminste, ik hoop dat ik deze wedstrijd af kan maken dat Chiara mij niet in mijn nek heeft gegrepen. Nee, gaat hij op zijn bek verranen. Oh, lekker sliding. Goed verdedigd verranen. Ik ben trots op jou. Wat een verdediger. Altijd al gezegd. Jongens, wat een entertainende wedstrijd is dit. Het lijkt wel de Serie A. Ik zie nu trouwens. Roel is dus naar AC Milan, Inter Milan. Of Inter Milan, AC Milan. Voor verjaardag of zo. Het is nu rust. En ze staan 2-0 achter Inter. Ha, wat een meme. Boom! Oh, wat een kans voor Ronaldo. En ik mis. Nee. Oh, nee. Oh nee. Dit meen je, dat is gas ook zo slecht. Nee, dit kan niet. Oh, beter. Ik dacht, dit gaat niet gebeuren, dacht ik. Keeper, dank u. Pizza, lekker. Nee. Oh mijn god. Het is deprimerend om zo slecht te zijn in FIFA als ik, jongens. Dat moet jullie echt even begrijpen. Oh, ik zit ook alleen maar te memen. En dan scoort hij er weer 2 in 6 minuten. En denk van, maar waarom? Dat is ook weer akelig vrij, die vent. We hebben de eerste pot verloren. Akelig. Jullie zullen denken, cool, je verliest sowieso expres. Zodat je weer kan degraderen naar een lage divisie. Zodat het makkelijker wordt voor je. Jullie hebben gelijk. Dat is inderdaad waarom ik dit doe. Jullie hebben helemaal gelijk. Jullie hebben me door. Oké, ik geef het toe. Jullie hebben me door. Ik ben niet slecht. Ik verlies gewoon in divisie 6. Divisie 6. 6. Divisie 6. Ik speel tegen mensen zonder handen. Hoe verlies ik in divisie 6? Dit kan toch niet? Oh my god. Yo, wat is up, mensen? Marketor Dynasty met vandaag ook weer een nieuwe video. Met inderdaad ook weer een nieuwe missie, Mark. Want ik wilde dit wel niet gedaan. Oh, we zijn er weer begonnen. Ik heb zijn team even gemist. Maar het hoeft in principe geen probleem te zijn. Hudson! Oh, daar was hij al bijna. Nee. Ah, god. Ja, nee. Welkom. Bij de 3 biggetjes. Deze tegenstander is niet heel goed. Maar ik zoek in divisie 6. Het is ook niet raar. Oh, deze gast is zo slecht waar ik tegen speel. Het is zo triest dat ik hier tegen gematcht word. Omdat ik gewoon ook zo slecht ben zelf. Dat is echt ongelooflijk. Ronaldo! Ja, dan ga ik weer lopen memen. Ik sta 1-0 voor, hè. En ga ik weer mooie doelpunten weer te maken. Koen, maak nou eerst gewoon normale doelpunten. In plaats van dat je mooie doelpunten gaat maken. Kom aan. Boom! Mbappé! Dos. Tegenstander loes. Hey! Divisie 6 got not... Ah, hij lief niet. Oh, divisie 6, got nothing on me. Op naar 5. Op naar divisie 5. And every day I lick the floor. Dat is raar. Mijn volgende tegenstander. Oké, easy win. Kom maar door. Oh, Jaja. Het is je boy. Hudson. Deze tegenstander heeft bij zijn Iron Swaps Roy Keane gekozen. Nou, die kan er natuurlijk helemaal niks van. Ik weet je, als iemand Roy Keane kiest, dat jij eigenlijk binnen bent. Maar ja, dan komt weer dus even dat toch een gevaarlijke puntje. Dat, ja, ik ben eigenlijk nooit binnen, want ik ben gewoon echt heel slecht. Hop, lekker Mandy. Mandy, sta op. Lekker, goed. Ja. Hallo, hij krijgt rood. Ik heb niet eens gezien wat er gebeurd is. Hij heeft wel rood. Dan is deze overwinning natuurlijk in de pocket. Hoppakee. Oh. Hudson. Oh, nee, bijna. We doen gewoon alsof we tegen 11 man spelen, oké? Want dan win ik hem waarschijnlijk tegen 10 man. Of ga ik ervan uit dat ik wel win. En dan heb ik toch een goed gevoel dat ik gewoon een pot gewonnen heb. Hudson. Oh, naast. Dat is ook onmogelijk schot. Zo slecht. Nee. Houd in een anders. Diep in de zee. Sponsor. Oh. Kop terug op de keeper. Nee! Oh. Mensen, als ik jullie moet aanraden om Hudson Odoi te kopen. Natuurlijk moet je hem kopen. Alleen voor zijn naam. Wat een naam heeft die gast. Wereldnaam. Wat een naampie. Hudson Odoi. Jawel. Wat een heerlijke snikkelnaam. Nee, niet op hem. Nee. Oh, Hudson. Oh, nee. Oh, zo close. Hij speelt met 10 man, hè. Hij speelt met 10 man en ik kan hem gewoon niet down krijgen. Ik ga hem terugleggen op die vent. Oh mijn god, ik sta achter tegen 10 man. 10 man, ik ben zo slecht. Oké, we hebben maar 1 optie, mensen. Ronaldo moet eruit. Tijd voor OC Tutu in de spits. Dit gaat hem worden, het kan niet anders, het kan niet missen. OC'tje, Tutu'tje in het spitsje. Oh, OC! OC! Ja! Yeah, OC Tutu. Het is niet normaal. Wat een speler. Wat Ronaldo niet kan in 80 minuten doet OC in 3 minuten. Het is ongelooflijk. Wat een superspit. Hoppakee, bal afpakken en zonder gezeik. Recht door het midden, maar die bal was zo hard. Keeper kansloos. Absoluut kansloos. Wat ongelooflijk goed. Nee. Ah.
Ik heb kans gehad op de overwinning, maar helaas. Het mocht niet zo zijn. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Adios. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling. Mijn vriendin zei laatst dat ik een pedofiel was. Echt een moeilijk woord voor een meisje van 9. Oh, doei.